Frankrijk, Engeland. Als we het over het zes landen toernooi zouden hebben, over het grote rugby, zou dit een confrontatie van jawelste zijn. Een kaskraker. Een kaskraker. Zou het dat hier ook kunnen zijn? Ja, misschien wel, want ik ben aangenaam verrast door de manier waarop Frankrijk op dit toernooi gespeeld heeft tot nu toe. En ik moet zeggen, we hebben ook de kwetsbaarheid gezien bij Engeland, met name in de eerste helft tegen de Russen. Dus het zou best zo kunnen zijn dat dit een heel aantrekkelijk duel is. Twee keer 7 minuten. En Engeland trapt af. Die Heather Fisher, nummer 2 van Engeland, is een van de absolute sterspelers van Engeland. Ook gelijk weer een aanval bij de kick-off, bij de aftrap. Dit is een goede tactische kick. In ieder geval prie je tegenstander tegen hun eigen achterlijn aan. En dat is altijd heel lastig uitkomen. En energie besparen natuurlijk ook. Ja, die laatste wedstrijdjes zijn toch aan het eind van de dag. Dus het is inderdaad pick your moments, hè. Pak je moment en doe het goed. Ik ben blij dat je het even voor mij vertaalt. Ja. Captain. Toch gezellig zo, Hans. Ja, ik ben nog even de opstelling aan het zoeken, want die heb ik niet bij de hand. Maar... Scrum voor niet, als ze vragen hem opnieuw, Frankrijk. Dus niet gewoon, in plaats van de scrum inderdaad, vraagt Frankrijk nu een line-out. Dat is eigenlijk uitzonderlijk, zeker met deze wind die dwars over het veld waait. Misschien gokken ze ook op een schaarse uitval weer, en een try. Weer not straight. Tijd vernielen, hè? Dat kan. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. Nou, inderdaad weer niet recht ingegooid, waardoor Engeland de scrum krijgt. Een scrum, er kan bijna niks fout gaan, behalve als je niet helemaal recht in het midden plaatst. Als je ingooit. Maar het zoeken naar dit soort momenten en het niet de bal meteen naar buiten toe brengen, betekent toch echt iets met betrekking tot het feit dat de dagen kijk, en de lengte van de wedstrijd pakt gewoon zijn. De scrum, Engeland die poest goed, de bal komt eruit. En Frankrijk pakt gewoon de bal op. Kijk eens even, dat is natuurlijk ook weer klasse. Ja, dat is die maar er wordt goed verdedigd, zeg maar, de Fransen. Geven geen meter ruimte. Leuk begin van de wedstrijd. Hier wordt ook een beetje bepaald tegen wie morgen Nederland gaat spelen. Ja. Nou, het zal toch niet zo zijn dat ineens Frankrijk het initiatief over zal nemen? Nou, het zou kunnen, precies. Want als Frankrijk wint van Engeland, dan heb je kans dat Nederland Engeland of Frankrijk tegenkomt. Ja, in de... natuurlijk. Hij is naar achter gevallen. De bal is naar achter gevallen. Maar de snelheid is uit de aanval. Ja. En voorlopig heeft Engeland dus op dat kleine moment... Dat is een tactisch kickje, dat is het, maar niet snel genoeg. Engeland heeft één klein kansje tot nu toe gehad om uit te breken. En voor de rest is het gewoon Frankrijk wat de klok slaat. Maar dit zijn de momenten waar je op moet passen. Maar de counters. Maar kijk hoe getraind die Engelsen zijn, Hans. Kijk hoe fysiek. Ze zijn echt allemaal 2, 3, 4 kilo zwaarder, gespierder. Dus ik vermoed toch dat Engeland geen problemen zal hebben met Frankrijk. Nou, volgens Bartje zou dat inderdaad niet mogen. Dit is ook vanuit de verdediging. Dit is weer die speelster nummer 2. Kansloos Frankrijk, kansloos bij deze attack. En dan ook natuurlijk tussen de palen. How is the name? Heather Fisher. Teleurstelling, hangende kopjes bij de Fransen. Want zo'n moment waar je zo ontzettend aardig in de wedstrijd zit, zo afgestraft worden, kan ook vaak betekenen dat er dan vervolgens een slagpartij komt. Ja. Maar het is ook weer zo, het kan ook zo weer keren in Sevens. Dat is juist het leuke van het spel. Aftrap voor de Engelsen. Ik heb even gemist of de conversie ging goed. Voor de Engelsen 7-0. En de Engelsen moeten nu aftrappen richting de Fransen. Alice Richardson is de kicker van de Engelsen. En we zullen zien hoe zij met de wind omgaat. Want ze moet tegen de wind inschoppen. Prachtige kick. Prachtig. Oh nee. Zie je, de wind is verraderlijk. Ja, de wind is herrig. Ja. Ja, hij heeft weer de 10 meter niet gehaald. Waardoor ze scrum even... Een penalty kick meekrijgen. Dat is geen penalty kick, maar het is een... Een vrije schop. Ze kunnen ermee doen wat ze willen. Ja.
En natuurlijk ga je proberen te spelen, want zolang je balbezit hebt, kan de andere in ieder geval niks. Ja, ingestudeerd patroon, zonder te kijken afspelen. Tackle, een prachtige tackle van 4. Buffer, Rachel Buffett. Je moet met name de tackle loslaten. Gelijk dat direct dat ze weer de balbezit hebben. Voorwaarts paas van Engeland. Ik moet zeggen, er wordt goed gefloten. Hè? Ja. Er kan niets je veroorloven. We kijken nog eens naar die tackle. Zo. Netjes op de schouder gepakt. Ja. Ja. Als hij op het hoofd zou komen, zouden ze rood krijgen. Dat is ook in de finale van het WK gebeurd, ja. Voor de halve finale. Sam Warburton, de aanvoerder van Wales. Ja. Maar mooi uitgevoerd. Mooi uitgevoerd deze tackle door Wales. Oh, wat een... Vond wel dat ze erg snel was, de nummer 5 van Engeland. Ik vraag me af of die niet een beetje offside stond. Guest. Ja. Maar Frankrijk lost het op. Maar speelt de bal met de hand naar voren. Dus de scrum voor Engeland. Ja, en dan zie je ook dat het spel dan meteen weer een beetje inzakt. Hè? Ja. Nou, Frankrijk is niet in staat om de grip op het spel te houden. Ze verliezen te makkelijk balbezit. Eens kijken wat een grote hoeker, wat een grote meid in het middenstuk. Hij moet kijken jongen, hoe fysiek die benen van die Engelsen versus de benen van de Françaises. En dat zou je toch merken in de tackles. Het gek is, balbezit is zo belangrijk. En die Fransen proberen met hun voet de bal te spelen, terwijl ze erop moeten duiken. Om balbezit te veroveren. Want als je balbezit hebt, kan je aanvallen en kan je scoren. Balbezit is zo belangrijk. Ze hebben die nummer 12 ook ingebracht, hè? Céline Alemand. Dat is een hele stevige, donkere vrouw. Ja, die heb je echt nodig nu even, hè? Want het gevecht op de bal is nou voornamelijk geconcentreerd rond die scrum. Oh, kijk, die mooie beweging. Waterman, toch, Danielle Waterman. Prachtige snelheid. We zullen zien hier, 2-2, of ze het redden. Oh, slechte paas. Ja, daar kan dus niemand iets mee. Terwijl dat meisje natuurlijk met die bouw in staat was geweest om die laatste meters af te leggen. Ja. Zo zie je dat het pasen hier zo belangrijk is om goed op voor de speelster te plaatsen. Ze hebben mannen, dame over. Prachtige pasen. Ze moeten hier een try kunnen scoren. Ja, ze lopen langs. Nee, net. Twee Engelse getennist. Een release de bal. Penalty voor de Fransen. Go back. Nee, penalty voor de Fransen. Françaises. Ja, maar dat de release in de tackle bestaat ook. Hè? Dat je dus los moet laten naar de tackle, denk ik. Penalty, geen 10 meter. Of opzettelijk naar voren staan. Ja, dit wordt in ieder geval nog afgemaakt, deze aanval. Ze hebben een overlap over links. Ze moeten snel nemen. Op het lichaam gespeeld. Jammer, als die iets voor het lichaam is, kan de speelster ook nog snel. Maar dan gaat die Engels ook nog. Kijk, dan gaat die header weer. Echt. Zo. Uit het boekje hoor, die tackle. Ja. En dat is natuurlijk leuk. Dat had niemand 10 jaar geleden kunnen voorspellen. Dat vrouwen rugby zouden gaan spelen. En dat ze ook konden tackelen. In een soort prerogatief voor mannen. Terwijl blijkt dat vrouwen zeer gemakkelijk met dit moeilijke medium van de tackle omgaan. Nou, het leuke voor, vind ik, van dames rugby met sevens. Is dat de vrouwelijkheid van het rennen eruit komt. Minder scrums, minder fysieke mols. En je ziet gewoon het gracieuze spel. En de snelheid en de ruimte staan ze goed. Dat past ze goed. Is de voorsprong voor Engeland. Dat is toch niet de stand dat je zegt de wedstrijd is gelopen. Zeker niet, want die Fransen hebben tot nu toe laten zien dat ze de afgelopen maanden enorm vooruit gegaan zijn. 7 minuten. Wordt het Engeland? Wordt het Frankrijk? En daarbij de consequenties voor Nederland. Want als ik mag kiezen, heb ik liever Frankrijk in de kruisfinale tegen dan Engeland. Ik ook. Ik ook. Frankrijk hebben ze de afgelopen 4 keer, 3 keer verslagen. Dus dat moet eigenlijk geen probleem opleveren. Maar Engeland overtuigt ook niet hoor, dit toernooi. Heb je de header weer? Dat is wel echt een ongelooflijk sterke vrouw. Ja, dat zegt dan zij de moeder ook altijd al. Wat header kan, dat kan mijn andere dochter Sarah niet. Nou, dat klopt. No tackle. Is geen tackle. En weer balbezit voor de Fransen die toch, dat is eigenlijk het gekke, het meeste balbezit gehad hebben, maar het nog niet in punten hebben kunnen uitdrukken. Dan hebben ze verdedigen ook goed, Engeland. Dus net als Spanje is Engeland een van de best verdedigende teams. Kijk, maar toch regelmatig met de noodrem, hè?
Ja. Want het is de zoveelste keer dat ze een penalty tegenkrijgen. Oh. Ze haalt het niet, haalt het wel, haalt het niet. Nummer 5 van Frankrijk. Christelle Leduc. Ja, Heather offside. De bal mag alleen maar opgepakt worden als ze achter de benen ligt en niet tussen de benen. Ze wordt ook vermaand, hè? Ze krijgt een waarschuwing. Nou, dit is natuurlijk een prachtig moment voor Frankrijk. Ze gaan voor de line-out. Tegenpunten scoren. En dan zorgen dat je dat ook nog doet in de buurt van de palen, waardoor je dan mogelijk langzij kunt komen. De line-out moet je, als je ingooit, zelf kunnen winnen. Dat gebeurt ook, hoewel ze... Oh. Ja, dat gebeurt natuurlijk dan niet. Omdat ze op het beslissende moment juist aan dalen is. Dan krijgt ze de bal nog wel aan de hand, maar die stuit het weg naar voren en dus een knock-on. Wat zonde is, want dit was een fantastische uitgangspositie om te scoren tegen Engeland. Ja? Ja, dat had ze eerder moeten doen. Op het moment dat er wissels komen, moet je eigenlijk meteen de tijd stilzetten. Want het wordt natuurlijk ook vaak als middel gebruikt om tijd te rekken. En die Heather is... is dat Heather die naar de kant komt? Nee. Oké, girls. Wait. Time off. Girls. Think of her, oké? No. Think of her. I want here. Oké? Time on! De tijd is weer ingesteld en Engeland gooit in tegen de eigen achterlijn aan, dat wel. En kijk eens, ja, die komt niet over de lijn. Nee, dat wordt een scrum van Frankrijk in een zeer goede uitgangspositie. 5 meter voor de achterlijn. Ze wijst naar de 5 meter en wijst ook naar de kant van de ploeg die in mag gooien. De Fransen brengen weer een nieuwe speelster in. Dit is natuurlijk het moment om langzij te komen. De scrum is nog wat gunstiger ten opzichte van de palen. Maar Frankrijk moet het nu wel doen, Hans. Ja, als het nu niet gebeurt, dan ben je te laat, hè? Er komt de wissel in. Emilie Scarat komt erin. Thank you. On. Dan kiezen ze voor kracht, hè, in de scrum. Ja. Ze begrijpt, de speelster die gewisseld wordt, begrijpt het niet. Ik denk, die hebben het toch goed gedaan. Touch. Pause. Engage. Ja, nu uitspelen. Oh, maar wat een slechte paas. Goed opgepakt, maar er is een knock-on geconstateerd. Zo zie je dat pasen onder druk, dat is toch eigenlijk de essentie, hè? En dat is wel het verschil tussen mannen en vrouwen, sevens. Kijk, hier zie je dat nog eens. Ja. En dan gaat hij via de handjes naar voren. Goed gezien van de scheidsrechter. Ja, nou kun je natuurlijk zeggen, wat moet je dan doen? Moet je die bal dan spelen of moet je denken, ik krijg geen ruimte, ik sterf, ik ga met de bal naar de grond? Nee, je moet spelen. Je moet spelen, maar je moet zorgen dat je gewoon die paas beter is. Even kijken. Kijk, 1 Française, 4 Engelsen. Knap opgepakt, hoor. Ja, maar jongen. Kijk eens, en even vechten tot de steun er is. Ja. Goed gedaan. En een trui. Nou krijg je hem. Nou krijg je hem om de oren. Ja. Komt hij aan. Ja, hoor. Geen enkel probleem. Rustig afgemaakt door Emily Scarrett. Tussen de palen. En ja, dan is het denk ik gedaan voor de Franseses. Maar je ziet dat de pasers van Engeland beter verzorgd zijn dan van Frankrijk. En dat is ook wat de afgelopen jaren, het verschil tussen mannen en vrouwen sevens. De pasers zijn beter verzorgd bij de mannen en bij de vrouwen. Maar de vrouwen maken een enorme inhaalslag door. Waarbij je dan natuurlijk moet zeggen dat Engeland de eerste was waar dat vrouwenrugby zo opgepakt werd. En natuurlijk ook nog eens een keer met als voordeel dat je op school er veel mee kunt. Hè? Waar wij moeten vechten voor een plaats hier en daar, is dat op school natuurlijk heel snel gebeurd in zo'n Britse landen. Toch is het systeem in Engeland, en Nieuw-Zeeland en Australië heel erg gunstig voor de rugbysport. 9-4. Oké. Thank you. Time on. Oké. 2,5 minuut hebben de Franseses nog. Achterstand 14-0. 2 tries en 2 conversies. Dat is veel, hoor. En hier pakken de Fransen de kick ongeveer niet goed op. Waardoor uiteindelijk de line-out in Engeland gaat. Dus weer balbezitverlies voor Frankrijk. Frankrijk staat op een punt om 3 speelsters in te brengen, Hans. Ja, je gaat natuurlijk nu van alles bedenken. Hè? Alle risico's nemen die mogelijk zijn.
Maar het is een heel nieuw team. Het is een ander team dat speelde in Dubai en Hongkong. Veel jonge en jonge speelsters erbij. Ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen of teams, dat is in Nederland niet het geval, of teams keuzes maken om bepaalde toernooien niet speciaal voor de winst te gaan, maar om de selectie uit te breiden. Want één ding is zeker, zelfs aan 14 meisjes heb je niet genoeg om resultaat te halen. Want als er één goede geblesseerd wordt, heb je maar één in de rugdekking. Dus eigenlijk moet dit spel... Kijk eens even, wat een prachtig tip van Française. Ja, ze is snel, die nummer 12. Kijk, onder druk heeft Engeland het ook moeilijk om goed te passen. Ja, te lang vastgehouden op de grond. Een penalty kick voor Frankrijk. En omdat deze dame net doet alsof de bal voor haar is en dus een overtreding begaat, terwijl de scheidsrechter duidelijk wijst hoe het zit met de overtreding, gaat er 10 meter bij komen en staan de Françaises dus weer iets dichter bij de achterlijn van Engeland. Ja, die heeft het gewicht om door te dringen. Is er nog niet. En dat is een overtreding, een zware. En dat betekent geel. Ja, een terechte beslissing. Dat hoeft niet nog te gaan. Nou, dat gaat Frankrijk niet meer redden, maar 7 tegen 6. Je moet zeker een try opleveren. Kijk eens, 3 dames tegenover, 1 of 2. Zullen we gas aan geven? Teruglopen naar de massa. Daar staan de meeste verdedigsters. En de balbezit kwijt. Slechte beslissing van de Française. Ja. Wissel ingebracht terwijl we nog te spelen hebben. 15. Nog een minuut, het is 13:44. Ja, een minuut, ja. Het is de moeite. Die komt er niet snel uit, die komt nu pas aanlopen. Die had al lang weg moeten wezen. Die dame die bestraft werd omdat ze de scrumhaaf van Frankrijk in de weg stond. Crouch. Touch. Pause. Engage. Toch met 6 mensen komt Frankrijk weer niet aan de bak. Balbezit zelfs kwijt. Oh, die doet eigenlijk hetzelfde wat ervoor gebeurde. Die zou ook 10 meter kunnen krijgen. Ja. En Engeland heeft geen haast meer. Gaat rustig voor de zijkant en dan de line-out zelf ingooien. En dat is een terechte beslissing met die voorsprong. Een goede kick. Zo wil dit mee. De Engelsen hebben ook goede kicks in zijn huis. Let's play this one, zegt de scheidsrechter. Dus we gaan nog even door. England with me, please. Het zal de einduitslag van deze wedstrijd weinig veranderen. Of de punten links of rechts vallen, maakt niet meer uit. Engeland wint. Maar ook niet overtuigd van Engeland. Nee, zeker niet. Ze hebben veel balbezit gehad, dat ze er niks mee deden. Dus heel verstandig van Engeland. Gewoon uitschoppen, geen risico nemen. 14-0 dus voor Engeland. Engeland zal dus eerste worden, hoewel ze morgen nog een wedstrijdje te spelen hebben in Pool A. Frankrijk zal waarschijnlijk nummer 2 worden in de pool, want dat hangt natuurlijk ook nog een beetje af of de Fransen morgen in hun laatste wedstrijd geen fouten maken. Die laatste wedstrijd is voor de Françaises morgen tegen Italië. Nou, ik denk niet dat ze daar fouten maken. Dus vermoedelijk worden dat de nummers 2 in Pool A.